Welkom allemaal, het is zaterdag 2 december en ik sta hier op de ijsbaan. En achter mij staan alle schaatsen al klaar, want de ijsbaan wordt zometeen geopend. En wat ik heb gehoord is Sinterklaas er ook bij dit jaar. Dus we gaan zeker even kijken. We staan bij de opening van de ijsbaan. Hoe gaat het dit jaar? Ja, uiteindelijk de zaken die we hebben moeten regelen voordat we open gingen. Ja, heeft maanden gekost qua voorbereiding. Alleen in de finale is het vaak zo dat je de voorbereiding is het halve werk. En dat is gelukt. En ook in samenspraak natuurlijk met de gemeente. Waarin we gewoon overleg hebben gehad op vroegtijdig. Om in ieder geval zonder trubbelingen de zaak te kunnen openen. Ja, en er staan weer allemaal mensen hier ook weer achter de koek en sopie en bij de schaatsverhuur. Hoeveel vrijwilligers werken hier mee eigenlijk? Nou, we hebben er ruim 70. Die zijn allemaal al van oudsher betrokken bij de ijsbaan. Alleen er komen ook elk jaar nieuwe bij. En uiteindelijk, dat is ook nodig. Want we komen er eigenlijk handjes tekort op dit moment om alle schema's vol te krijgen. Ja, dus als er mensen zijn die nog mee willen werken, dan kunnen ze zich nog aanmelden. Ja, dat heb ik gisteravond ook gedaan. Een oproep gedaan aan vrienden en kennissen. Van joh, sluit je aan. Hartstikke gezellig. En ja, die 5 weken is gewoon een stukje genot wat je mee kunt maken. Ook in de beleving voor de kinderen. En opa's en oma's die hier naartoe komen om gezellig de koek en sopie te gebruiken. Helemaal goed. En Kees Gommeren, we staan hier ook namens de gemeente natuurlijk. Waarom is het voor de gemeente ook altijd weer belangrijk dat hier een ijsbaan staat? Ja, ik denk het is voor onze gemeenschap natuurlijk. Het zorgt voor verbroedering. We leven natuurlijk in de tijd naar kerstmis toe. Ja, wat is het dan mooier dat je natuurlijk met z'n allen, met je kinderen, kleinkinderen, maar ook voor de volwassenen, dat je hier met z'n allen contact kunt maken op die schaatsbaan. Dus dat is, ja, ik denk voor de gemeente betekent dit gewoon heel erg veel dat we dit ieder jaar, dat het weer georganiseerd kan worden. Ja, en dat is ook hartstikke mooi. En de gemeente sponsort dit evenement ook goed, toch? Ja, uiteraard. Wij ondersteunen dit evenement via een subsidie, maar ook via een bijdrage. En ja, dat vinden wij natuurlijk in het kader van alle culturele activiteiten, want zo kun je dit ook noemen, ja, vinden wij heel erg belangrijk. Dus dat blijven, ik denk dat we zullen dit, het moet natuurlijk ieder jaar moet het weer opnieuw een besluit vallen, maar ja, als het aan mij ligt, blijven we dit gewoon jaarlijks herhalen. Want hoeveel weken kunnen we komen schaatsen? Nou, als je het aantal hits ziet op de social media, hebben we al 10.000 hits. Dus met andere woorden, we gaan er altijd vanuit tussen de 7.000 en 9.000 bezoekers van kinderen. En alleen dit jaar hopen we met de activiteit die we hebben dat we er nog meer komen. Ja, want ik zag ook een hele agenda van alle activiteiten die plaatsvinden. En tot wanneer kunnen we komen schaatsen? Tot en met 7 januari. En 8 januari is die s'avonds weer weg hier op de markt. Zo Sinterklaas, wat leuk om u hier weer te zien. Ja. We zijn weer eens terug in Steenbergen voor de ijsbaan. En we zijn natuurlijk hartstikke leuk dat alle kinderen hier komen schaatsen. Want je hebt het net gezien. In Spanje hebben we dit niet natuurlijk. Nee, curling, dat kennen jullie natuurlijk helemaal niet in Spanje. Leuk. Dus kom allemaal hier naartoe. Ik heb begrepen dat het vanavond disco is. Dat er nog meer disco's komen voor de kinderen. Dus kom allemaal, lekker feesten met DJ Finn, dus kom hier naartoe. Klaas, als zij in Spanje kennen we het eigenlijk niet, dus het is veel te warm. Dit zou gelijk smelten, maar wel een heel leuk iets om een keer te doen. Dus ik denk dat we ook zo'n baantje even gaan aanleggen in Spanje. Hè? Even neerleggen daar en oefenen, hè? Ja, uiteraard dat we volgend jaar wel die fles om kunnen krijgen. Maar goed, tot volgend jaar.